Nog niet. Misschien straks, maar nog niet. En we hebben gisteravond natuurlijk allemaal kunnen zien, voor degenen die wel later naar de King's Night gingen, dat was natuurlijk geweldig gisteravond, Oranje Comité, top. Daarvoor was ik nog even thuis naar het interview met de koning. We hebben het allemaal gezien, nou, we hebben in ieder geval gemerkt dat hij eigenlijk een hele gewone man is, waar we best heel trots op mogen zijn. Dus daar zijn we natuurlijk ook met z'n allen hier in Doornburg. En waar we ook trots op zijn, is het Oranje Comité. Maarten en Geert en de zeven dames, waarvan ze hier allemaal zijn. Top dat jullie allemaal organiseren. Een heel groot applaus voor het allemaal. Yeah. Nou, de zon schijnt nog, maar we gaan straks toch gewoon naar binnen toe. Voor ons geen zorgen te maken of het nou mooi of slecht weer blijft. Hou het gewoon lekker droog. Beloof volgens mij een hele gezellige middag te worden met allerlei spellen en taarten en noem maar op. Yeah. Maar daar ga je van straks voor meer over vertellen, Lidi. Ik wens ons allemaal een hele fijne, leuke middag toe. Voor alle jongens en meisjes, ook voor de ouders en natuurlijk voor oma en opa. Hele fijne middag. Muziek.